1-2 Switch. De game voor de Switch die een beetje het equivalent is van Nintendo Land en Wii Sports. Weet je, het is de introductie van de nieuwe console die perfect laat zien wat de nieuwe console allemaal kan. Ja. Alleen is deze niet gratis. Nee, hij is niet gratis, maar het is wel heel erg gefocust op de nieuwe controller en de HD Rumble die daarin zit. We hebben hier één in onze hand. Hier zit dus een HD Rumble feature in, waarvan ik eerst heel erg moest lachen. Maar inmiddels, hoe kan dat nou? Hoe kan trillen maar nou ik heb het even? Nu ervaren. Ja! Zullen we het even als voorbeeld nemen? Deze game hiernaast, de balcounter. De balcounter is eigenlijk heel simpel. Een spelletje waarin je doet alsof de Joy-Con een doosje is. En je moet raden hoeveel balletjes er in dat doosje zitten. Als een hele kleine kogeltje, zeg maar. En dat doe je dus enkel en alleen aan de hand van de controller bewegen. Waarmee je dus het doosje beweegt. Waarmee je dus voelt, letterlijk, hoe die balletjes alle kanten op stuiteren. Ja, en dat is heel moeilijk te begrijpen. Maar je voelt het letterlijk, hè. Dus je doet zo en je voelt een groep balletjes zo draaien en echt een soort gewicht geven aan het eind van de controle van het is nu gestopt. Ja, echt een tikje. Maar dat doen ze met een soort van heel erg specifieke HD haptic feedback, zou je kunnen zeggen. Want die haptic feedback, kijk, je hebt natuurlijk een Steam controller heeft haptic feedback. En vooral ook bijvoorbeeld je mobiel moet je ook aan denken dat als je op de terugknop drukt dat er af en toe zo'n schokje in zit. Hebben jullie dat ook inmiddels? Wij op Windows Phone hebben dat inmiddels, sinds 2016 hebben we dat. Ja. Daarmee moet je dus haptic feedback vergelijken. Maar de Joy-Con heeft daar dus meerdere sensoren van. Dus die kan meerdere soorten haptic feedback geven. En dat maakte dat het net is alsof er echt iets in die controller zit. Ja. Heel weird. Ja, heel weird. Er is ook dat hebben wij nog niet geprobeerd, maar een kluis openmaken game. Maar ik kan me voorstellen hoe dat voelt, want ja, het werkt, weet het gevoel gewoon één op één over te brengen naar dat kleine dingetje. Het is heel bijzonder. Ja. Het zijn gewoon die kleine tikjes, maar die hebben zo'n verfijnd gevoel. Die kunnen zoveel emotie overbrengen, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Het is nu een balletje en een kluis, daar niet van, maar daar kun je veel mee. Ja, en 1-2 Switch is echt puur op gefocust dat je met z'n tweeën allemaal spelletjes speelt zonder dat je echt het scherm nodig hebt op een of andere manier. Ja, heel veel van de spelletjes zijn ook echt gewoon dat je tegenover elkaar gaat staan. Dus je hebt bijvoorbeeld het melken van koeien. Super awkward, maar dan zegt de televisie van kijk elkaar aan. Het is wel hilarisch. Ja. En hetzelfde geldt ook voor de samurai training. Samurai training vond ik wel een hele goede training. Ja, nee, ik werd er wel heel scherp van en ik voelde me één met de natuur ook een beetje. Ja. Nee, het is letterlijk hoe noem je dat? Zo'n spelletje. De ene die gooit zijn zwaard naar beneden, de ander moet het stoppen met zijn handen. Ja, en dat is dus ook een kwestie van niet flinchen. Of elkaar een beetje wel proberen dat ze wel in één keer proberen het zwaard te stoppen terwijl je niet slaat. Ja, het is wel leuk. Het is, we kwamen er al achter, dit zijn fantastische spelletjes met een pilsje erbij. Ja, zeker weten. Gewoon lekker. Absoluut waar. Maar 1-2 Switch zal Nintendo zelf ook niet gemaakt hebben als game waar je net als Zelda 40, 50, 60 uur in gaat stoppen. Maar het laat wel wat zien. En dat is wel. En volgens mij is het ook wel vermaak als je gewoon thuis op de bank bent met vrienden. Ja, vooral als je natuurlijk de Nintendo Switch net opstart en je wil weten wat het allemaal kan, dan is dit wel even meteen je go-to. Maar goed, dit is niet iets wat je voor 60 euro wil kopen. Dit moet wel even een beetje wat meer tech-demo prijsje hebben ook eigenlijk. Nou, dat gaan we zien richting de release. En dan gaan we natuurlijk een uitgebreide review plaatsen op gamersnet.nl. Tot snel. Mooi. Wauw.